Thriller detective. Daar word ik rustig van. This is gonna be good. Dat ik het beter niet kan doen, maar ik heb zo'n neiging om jurkjes te bestellen bij ASOS. Omdat er super sale is. En I'm just gonna do it. Because ik heb echt hele leuke jurkjes gevonden die ik wel leuk lijk. Ik heb net kleuterbiels gedaan en dan heb ik glitter tattoos gezet. Dat was vet cute. Al die kinderen. Ik kan mezelf echt nooit voorstellen met kinderen, maar lately. Het is nu 2:30. Ik ben net thuis. We mochten eerder weg. Zo'n 8:00 beginnen, dus dat is ook wel vroeg. Dus dat is fijn. Soms is het niet fijn als je eerder weg moet. Maar vandaag is een dag dat ik het wel echt fijn vond. Ik had gisteren al op ASOS gekeken, want ik was gewoon even benieuwd. Een collega die had namelijk zelf echt 4 jurken besteld. En die had er een hele fashion haul in Snapchat laten zien. En toen dacht ik echt, oh my god, triggered. Deze jurk vind ik heel leuk qua model. Maar qua kleur weet ik het niet, omdat ik niet echt een roze persoon ben. Deze jurk vind ik heel tof. Ik wil eigenlijk gewoon een goede, vette, toffe, mooie, coole jurk. Ik zie me er zelf wel in flaneren, laat het zo zeggen. Dit vond ik wel iets hebben, maar ik denk niet mijn favoriet van alle jurken. Ja, kut. Ja, hij is wel echt mooi eigenlijk. Deze vond ik vet. Ja, dit vind ik wel iets voor mij. Deze, en dat is meer omdat ik de kleur heel leuk vind. En deze jurk vond ik gewoon echt heel nice. Ik ben niet zo van de boobage, maar we'll find a way. Ik en Emma hebben een soort van boek waar we dingen in plakken. Dit. En allemaal dingetjes. Maar ik had er ook voor ons bijgehouden. Size don't matter. Maar wel als je modellenwerk wilt gaan doen. En daar ben ik. Hebben we alles opgemeten. Mijn borst is 85. Looks like I'm a size 10. Ja, doen we dit gewoon nog over een paar maanden nog een keer. En dan kijken hoe ver we zijn. Ja, dat is het. Bo wilde graag leren tekenen, maar ik ben een hele slechte docent. Ik vind het moeilijk uit te leggen. Ja, daar heb je wel gelijk. Maar het is ook moeilijk uit te leggen. Het is ook moeilijk om te doen. En het is ook moeilijk om te doen. Ik doe dit altijd alleen, dus het is best wel raar om dit nu te doen als iemand erbij is of zo. Wat we ook nog hebben. We hebben toetje. Dit t-shirt met deze badjas eroverheen is ook echt een verschrikkelijke combinatie. Ja, je wilt je tiramisu, denk ik, hè? Want ik heb ook bros chocomousse. En daar ben ik eigenlijk wel gewoon echt hyped voor. Dus ik ga het denk ik gewoon allebei nemen. Want celebrating life. Oh ja, jongens. Misschien wel leuk om te weten. Bo is van mijn misverkiezing tijd. Toen deed zij ook mee. Hey! Dus dat is wel grappig. Eigenlijk hebben we elkaar bijna nooit gesproken. Nou ja, wel gesproken, maar niet echt heel erg één op één. En de misverkiezing is al echt wel lang geleden, man. Het is gewoon al bijna een jaar. Ja, what the fuck. Ze altijd mensen een vlogtake overnemen dat ze dan niet in de... Dat ze naar zichzelf kijken. Dat je me tekenles geeft. Voor wat ik het les kan noemen, want... Nou! Dit is van mij. En dit is die van Louis. Ja, bij jou zit gewoon veel meer diepte in of zo. Ik weet niet. Maar ze zijn allebei niet perfect. Hè? Ze zijn allebei gewoon een eigen variant. Ja, oké. Okay. Misschien over een paar maanden dan kan ik ook zoiets maken. Moet je wel oefenen. Ja, klopt. Toetjes! We hebben tiramisu. En dus deze, want daar was ik gewoon even benieuwd naar. En we gaan Vampire Diaries kijken. Goedemorgen! Ik ben gisteren om 10:00 gaan slapen. Echt, Bo was 5 minuten de deur uit. Ik heb mijn tanden gepoetst. Ik ben in bed gaan liggen. Mijn telefoon op het bureau laten liggen. En ik was weg. Ik trok het niet meer om later naar bed te gaan. Ik ga maar productief zijn dan. Ik weet niet wat ik mezelf aan moet. Ik heb zoveel tijd. Oké, het is 12:00 ongeveer. Ik ben echt blij. Ik vind de vlog die dus nu dan al online is van vorige week echt leuk. Ik ben echt trots. Ik weet niet. Ik heb hem heel 15 keer doorgekeken weer. En dan haal ik er weer wat dingetjes weg. Hij is nu gewoon 16 minuten ongeveer. Which, oh my, is gewoon echt voor mij doen in ieder geval kort. Ik vind vloggen, weekvlogs altijd moeilijk om bondig te houden, laat het zo zeggen. Ga ik zo denk ik gewoon de was even opvouwen. Ik heb daar een stapeltje kleding die ik eigenlijk weg wil doen. En eigenlijk wil ik ook gewoon de hele kledingkast uitzoeken van spullen die eigenlijk weg kunnen. Want ik heb zoveel dingen, zoals je kunt zien. Ik draag de helft natuurlijk niet. En dat is zonde van de ruimte vooral. En natuurlijk ook van de kleding. Wat is de naam? Oh, puns are a lock family tradition. Dat was Boston. Staan hoor.
Please. Wat gaan we doen? Vakantieboeken! Yay! Nou, we gaan dan niet echt boeken trouwens. We gaan officieel de datum kiezen en dan vrij vragen van mijn werk. Dat was het. Maar wel dichter bij... Ja. Ik heb gisteren een outfit video gefilmd. Die wil ik eigenlijk vandaag afmaken en online zetten. Ik heb natuurlijk weer een paar nieuwe vlog dingetjes die ik dan tussendoor film. Die ik dan ook alvast verwerkt wil hebben. Ja, dat. Oh ja, en wat ook leuk is vandaag trouwens, komt Dani langs. Per pagina wat ik op één pagina heb qua inkomsten heb en wat ik heb uitgegeven. En ik heb meestal 2 pagina/2,5 per maand. Nu heb ik bij die eerste bladzijde 778 uitgegeven en bij de tweede bladzijde 780. That's consistent. Ik tel dus in totaal op van wat ik in het hele plaatje heb uitgegeven en heb verdiend. Ja, dus het letterlijke rijtje wat ik op dit moment heb is huis, vaste lasten. Dat is dus huur, zorgverzekering, Spotify, Tele 2, dat soort dingen. Vrije tijd, nou ja, uit eten. Lekkers, spulletjes, dingetjes die ik voor mezelf haal. Boodschappen. Zakelijk is als ik heb niet vaak zakelijke uitgaven, maar als ik het dan heb. OV, New York, Italië, verzorging, als in verzorgingsproducten. Als ik naar de Sunday ga voor bijvoorbeeld de zonnebank. Of als ik ongesteld ben en maandverband haal. Of shampoo, of naar de kapper ga. Zeg maar dat soort dingen vind ik toch anders dan voor fun iets doen. Want het is natuurlijk wel fijn en het is voor jezelf. Maar verzorging, nou, vind ik gewoon anders. Oké, nu ga ik per kleurtje, zeg maar per tapje, tellen hoeveel ik heb uitgegeven. Bijvoorbeeld vorige maand had ik als vaste last €595. En deze maand was dat 610. Dus dat is altijd rond de 600. Vrije tijd was vorige maand 175. En de maand van oktober is dit 257 aan vrije tijd uitgegeven. Ja, dat zijn allemaal uitgaves. Het is nu 2:30. Oorspronkelijk was het idee dat Dani om 1:00 hier zou zijn. Dat is een heel groot verschil in waar ik me op heb ingesteld. En ik weet gewoon niet zo goed wat ik moet doen. Want ik ben de hele tijd, zoals ik al 15.000 keer heb gezegd in mijn laatste paar vlogs. Dus elke keer zo vroeg wakker. Dat ik elke keer eigenlijk de meeste dingen al heb gedaan. En ik weet gewoon niet zo goed wat ik moet. En op een of andere manier de laatste paar dagen niet zoveel zitvlees. Om gewoon even een serie of film te kijken. Wat heel erg bijzonder is voor mijn doen, want ik ben een filmfanaat. Excuse me. Nu doet mijn verwarming het niet, dus ik heb het ijskoud. Ik besefte me, laat ik anders een film kijken. En er is één film die ik nog nooit heb gezien, waarvan iedereen altijd zegt, kom op, die moet je gezien hebben. Dat vind ik zelf ook. En dat is Inception. Ik heb Inception nog nooit gekeken. Nu is dat wel de meest heftige. Elke keer als ik dan denk, ja jezus, moet ik 3 uur zitten. Kan ik een beetje warm worden, ga onder 3 dekentjes liggen. Dan ga ik maar Inception kijken of zo. Ik weet echt niet wat ik met mezelf aan moet. Oh, daar gaan we jongens. Daar gaan we. Voor het eerst in mijn leven. Ik heb echt niet het idee dat ik dit aan kan vandaag. Ik heb nog nooit zo snel mijn spullen gepakt. Zo. 10 minuten gaat onze bus. We gaan een sneak doen, halen, kijken. En echt in de meest... Uggies lelijke ugly outfit ever. Wat gaan jullie doen? Ga naar de sneak. Nou, have fun. Ik hoop dat het een horrorfilm wordt. Dankjewel, ja, mama. Mijn 90% van de tijd wanneer we de deur uitgaan. Paniek! No. Hoe is dat alsof ik 40 gram shag rook per dag? Oh! Deze wind! Danny! Hallo! Gezellig, nachtfilm. Sneak! Zo? Ja, perfect. Ik ga gewoon om mijn knieën voor deze shit. Hey. Wij sparen filmkaartjes. De Kelly Gang. Ja, ik heb dat voorbij zien komen. Heftig! Ik denk dat ik
ik even thuis nog wel een half uur rustige muziek moet luisteren voordat ik kan slapen. Ik heb een boek gelezen. En mijn boek is een thriller detective. Daar word ik rustig van. En Emma, wat is het goede nieuws? Ik heb poppenduizen. Yay! Hoi pap. Ik heb mijn poppenduizen binnen. Gefeliciteerd, dat was ik goed. Dankjewel. Dankjewel pap. Ah, wat cute! Oh god. Ik wist helemaal niet dat het nieuws al bijna zou komen. Ik ook niet. Ik was het helemaal vergeten. Nou, met dat als einde van de avond. Slaap lekker. Slaap lekker. Dinsdagavond. Oké, slaap lekker. Slaap lekker, maat. Tot morgen of overmorgen. Zie je vast wel. Ja, joh. Joe! Goedemorgen, het is vandaag woensdag, de 12e. En ik ga naar Rotterdam even. Sollicitatieachtig gesprekje, kennismakingsgesprekje te houden. Dus ik ben echt excited. Ik hoop. Nee, ik wil, het woord hoop niet gebruiken elke keer. Maar dan doe ik het toch per ongeluk. Nee, niet hopen. Ik wil en ik ga visualiseren. En ik heb het idee dat als ik dit iets zou worden, dat het een heel goed iets zou zijn voor mij. En dan komt vanavond Ilse langs. Ilse Kramer. En Ilse en ik zien elkaar echt één keer in de zoveel tijd. Eigenlijk veel te weinig. Maar vandaag komt ze naar mij toe. En dat is echt oprecht wel gewoon echt heel leuk. Blij dat ik het ruim inschat. Want vertraging om 11:30. En dan moet ik nog even lopen naar de locatie, wat ongeveer 10 minuten is. En ik moet er korter zijn, dus dat komt helemaal goed. Het is hier echt mooi. Ik weet niet waarom, maar ik vind het hier echt mooi. Het lijkt net alsof ik een huisbezichtiging heb. Maar echt, I wish. Dit zou echt te chill zijn gewoon. Oké, Alexander moest nog wat bespreken. Ze is weer weg. Dus ik ben hier. Even aan het wachten. Dit is echt, oh, I wish. Het zou wel echt super tof zijn als je zo'n plekje hebt. Het zou echt heel nice zijn. Godverdorie, wat is het koud. Het is bijna 6:30 en Ilse... Ilse is er bijna! Woehoe. Dus ja, die ga ik je ophalen. Ik dacht eerst van, ik weet niet tot hoe laat gaat duren. Oh, we zijn gereunited! Zo lekker geleden! Dat was echt lang geleden. Ja, maar ik zat net te denken, ik weet ook niet van, ik weet niet wanneer de laatste keer was. Ja, maar ik weet het niet met wat. Jawel. En ik niet. Jawel. Ik weet het niet. Zo, we zijn er weer. Ja, iets. Oh, hoe doen we dit met de aanbieding? Ja, ik heb wel een pas. Nee, maar ik bedoel, oh ja. Wat? Ik ga alleen met mijn pa om 6:30 naar de fit. Maar dan ben je al lang weg, joh. Nee, ik ga dan niet. Nee. Zullen wij to all the boys I've loved before deel 2, PS I love you again of zo, whatever. Yeah. Gaan we kijken? Ja. Oh, zin in. You got it. Let's go. Ja, we zijn nog steeds niet achter wanneer het was, maar dat maakt niet uit. Zijn we nu wel samen. Ik kan me namelijk wel heel goed onze boottripjes herinneren en zo, maar ik kan me gewoon niet voorstellen Nee, klopt. We zijn later nog daar. Dat de laatste keer was. Ik denk het wel. Ja, maar het was met de salsa-avond. Ja. Zou het? Ik denk het wel, wat erg. Is het niet de ene avond dat iemand gedrogeerd was en die hele dag... Was dat de avond? Dat we met politie en zo en pas om 6:00 ochtends. Dat is sowieso! Oh, maar dat was mijn partij, joh. Dat was me echt iets, joh, man. Ik heb het gewoon helemaal weggedrukt, wilde er niet meer over nadenken. Dat was, dat was zeker echt zo'n storytime dag wel. Toen waren we naar een feestje bij Jimmy's. En toen kwam er een bewaker naar mij toe en die zei: yo, je vriendin die gaat niet zo goed buiten. En ik dacht, welke vriendin? Want ik was mee en ik kende niemand. Ik heb daarbij gezeten, ik heb ambulances proberen te roepen, politieagenten. Ja, uiteindelijk was het gewoon wel heftig, want niemand wou uiteindelijk helpen. Taxis wilden niet stoppen. Maar toen dacht ik dat het stopte, gingen wij in de bus naar huis. Die jongens achterin de bus vernielen. En toen stopten wij bij het politiebureau. Ja, en hoe laat waren wij thuis? Ik weet het niet eens meer, maar het was laat. Het irritantste vond ik aan die avond was dat ik ook een ambulance had aangesproken. En dat ze gewoon mid mijn sentence. Dus ik was gewoon aan het praten nog. En ze reden gewoon weg.
Ja. Ze reden weg! Weet je wat het toen wel zo was? Ik had wel het gevoel dat met jij ook die avond. We hadden even een beetje de hoop verloren in hun. Van wat als wij dat waren? Ja, sowieso. Wat als ik dat was? En we werden niet zo geholpen. Want ze namen de situatie helemaal niet serieus. Terwijl het echt wel nodig het was. Dus dat. Oké, wij lopen even terug naar mijn huis. En dan zien we jullie zo meteen wel weer. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Maar ja, uiteindelijk dan ben je toch wel schuldig, hè? Ja. Ja, ik dacht. I'm done. 2 minuten in de film, we're done. We gaan The Strangers 2 kijken. Pray at night. En we zijn nu al helemaal... We hebben net To All The Boys 2 gekeken, was hem niet zo. Dus nu dan maar dit. Want we hebben nog te veel snacks, dus we moeten door. En ik heb een kussen. We moeten door. Oh, zij! Oh my god! Oh. Is er nog even een place? Yeah. Oké, okay, oh, we willen kijken hoe bruin haar... Bij mij staat. Bij Ilse staat. Dit is best wel heftig, denk ik. Ja, jij moet dingen doen, hoor. Ik weet niet... Oh, wacht. Wacht. Ik zie niet. Kijk maar. En ik ga mijn haar weg. Ik ben knalwit gewoon. With the wing. Oh my god. Maar kijk ook, het haar gaat weg en ik ben gewoon een geest. Een deel... Auw, zo klinkt in mijn oog. Je moet dat erbij of zo. Je moet een deel... Wacht, ja, ik heb hem wel. Ja, echt? Een beetje. Oh. Voelt gewoon, er gaat iets gebeuren. Trailerparks zijn sowieso gewoon eng. Ja, maar ook dat meisje, zij loopt nu alleen buiten. Ik zet hem 3 seconden uit. Meteen sensatie. Ja, want het was haar tante. Ja. Van stiefbroers. Oh. Godsamme. Dat is niet grappig. Hallo? Oh, ze ruiken. Oh, die lijken. Man. Natuurlijk, ja. Die oude man. Jezus. Hello. Hello. Hello from the other side. I don't know. Zit ze nou meteen niet allebei te claimen? You little shit. Zit je de hele tijd Frank Sinatra te zingen, jij? Nee. Fly Me To The Moon is wel van Frank Sinatra. Ja, oké. Okay. Maar dat is ook niet te zingen. Wat zit je nou nee te zeggen de hele tijd? Het is zo lekker weer. Not. Jongens, goedemorgen. Goedemorgen. De gezusters op pad. Ik vind paraplu's altijd heel moeilijk. Oké. En jij bent ook nog wel wat langer. Ja. Ik zie er helemaal niks aan. We gaan nu naar Utrecht. Ik kreeg gisteren een appje van Leroy of ik spontaan een opening op Utrecht Centraal wilde gaan filmen, doen voor Pathé. Dus dat begint om 10:15 ongeveer. Dus daar gaan we nu heen. Ik heb echt niks hier aan. Dus heerlijk see weer. See you right back in Utrecht, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Dan ben jij denk ik bezig. Dan ben ik bezig. We moeten naar spoor 18 en 19, als het goed is. Want daar is de Bond Experience. Ja. We mogen ook kijken. Ik ben wel echt benieuwd. Ik weet niet goed wat je ervan moet verwachten, namelijk. Nou, dit is het. Spoor 18 en 19. No time to die. Dat is wel leuk, denk ik, toch? Ja. Dat is denk ik wel leuk. Ik vind hem leuk. Oké, jongens. Dit is filmpje wat we net hebben gefilmd. Normaal, ik ben vandaag niet bij een normale première, maar ik ben bij de opening van de James Bond Experience op Utrecht Centraal. Heb je er zin in? Ik heb er wel zin in, ja. Ja. Het is alleen lekker koud. Ja, de deur gaat weer achter je dicht. De deur gaat de hele tijd open en dicht. We zijn heel benieuwd wat er nou in zit. En ik moet zo meteen denk ik wel gewoon een paar mensen even wat vragen. Alleen... I don't know. We gaan het zien. We don't know. Een beetje tussenin. Iets meer dan een woord. Tegenwoordig is alles iCloud. Ja, nee, ik loop achter. Maakt niet uit. Okay. Oh, ik ken het. Ben jij een echte James Bond fan? Ja, ik ben een giga Bond fan. Ik moet zeggen, ik ben ook wel echt een Daniel Craig fan. En daarom kijk ik ook heel erg uit hoe hij nu weer in No Time To Die eigenlijk James Bond is. Wel zijn laatste volgens mij, maar super veel zin in. Is hij ook jouw favoriet? Wie is jouw favoriete James Bond?
Ja, ik denk wel dat Daniel Craig mijn favoriet is. Het blijkt ook echt dat dus, de persoon uit jouw generatie ook vaak de favoriete James Bond is. In mijn geval gaat die theorie op, Daniel Craig. Zou je zelf ook James Bond willen zijn? Ja, stiekem wel. Ik vroeg net aan Anna, zou jij Bondgirl willen zijn? En natuurlijk zeg je daar ja op. Ik bedoel, ik mag dan wel een pak dragen, hè? Weet je, maar dan kom ik een beetje bij in de buurt misschien, hopelijk. Maar ja, goed, wie wil niet James Bond zijn, toch? Dat is volgens mij... Maar I'm James Bond, ik heb de line van... Ah ja. You mean shaken, not stirred? Of Bond? James Bond. Top is not push. Oké, jongens. Alles staat online. Het duurde wel iets langer dan dat we hadden verwacht. Maar niet erg of zo. 2,5 uurtje mee bezig geweest. Nu gaan we nog even een fotootje maken. Ik heb het ijskoud. Volgende keer doe ik gewoon mijn UX aan. I don't even care. Ik heb het echt, mijn voeten, ik voel ze niet meer. Ik voel ze niet meer, I'm not kidding. Maar we gaan even foto's maken en dan gaan we naar mijn huis weer. Ja, en dan gaan we daar foto's maken. Ja, en daar kijk ik naar uit, want het is warmer. Waar? Oké, okay, nou, ik moet meteen gaan staan. Oké, okay, joe. Oh, kibbeling, jongens, het is zo lang geleden. Ja, ik weet het niet eens meer wanneer ik het heb gehad. Oh. Het ziet er wel lekker uit. Oké. Okay. Nou, bon appetit. Bon appetit. Oh. Jongens, mijn ASOS pakketje is binnen. Ik heb eigenlijk gewoon geen zin om een perfect shot te doen en een make-up op. Ik wil gewoon kijken wat erin zit. Ik weet wat erin zit natuurlijk, maar ik wil het gewoon passen. Minst spannende denk ik beginnen. Dit is gewoon... deze paarse jurk, want ik dacht ik wil wel een paarse jurkje, want dat vind ik gewoon een leuke kleur. Het is echt de eerste keer dat ik bij ASOS heb besteld. That's so cute! Misschien had ik toch wel make-up op moeten doen, want dan voelde ik me meer cute. Als in, dan ja. Maar ik kan het alleen niet echt strakker doen, dat is wel jammer. Ja, hij is nu nog een beetje verkreukeld, maar ik vond het wel cute als gewoon een leuk jurkje. Voor in de zomer vooral. Dit is super cute. I mean, it's cute. Right? Ooh, I have bought myself a granny dress. Because I'm feeling my granny self. Ik ben echt oma. Sinds ik uit huis ben, heb ik oprecht ook wel gewoon wel coole dingen gedaan. Als in uit geweest, meer dingen gedaan. Maar I can't deny dat ik ook wel echt mijn inner oma heb gevonden. Oh jongens, ik ben hier benieuwd naar. Oh jongens, het is een open rug. Oh mijn god. This is gonna be good. Hoe? Tof zou het zijn als dit mooi staat. Oeh, hij valt hoog-ish. Maar qua middel valt hij wel mooi. Misschien moet ik toch even voor het idee even make-up op doen. Want ik wil gewoon me mooier voelen nu. First things first, hij zit heel lekker. Ik heb dus in totaal €60 uitgegeven aan 4 jurken. Oeh, oh, ik kan hier mijn hoed bij doen. Ik heb hier zo zin in de zomer, jongens. Oké, maar nu kan je in ieder geval zien hoe deze er een beetje uitziet. Hij valt best wel mooi bij mijn lijntje, denk ik. Hij valt wel hoog, maar I'm not sure of dat, dat erg is. En dan zei ik al van, doe ik er een bralet onder of geen BH, maar dat vind ik dan nog wel spannend. Ik weet niet of je het goed ziet. Dat is dan de achterkant. I'm hoping dat dit mooi staat, als à la Audrey Hepburn mooi. Een zwarte lange jurk en hij is strak. Which for me is echt... een ding, want ik draag nooit strakke jurken. Ik draag überhaupt geen strakke dingen. Oh my gosh. Oh, oh. Oh, dat wist ik niet. Ik dacht dat het een... Oh, I did not know. Hij is strak en hij heeft een split aan de achterkant. En oh my god. Ah, ik weet niet hoe dit werkt. Jongens, wanneer kan ik dit aan? Première is, maar dan ben ik natuurlijk aan het werk. Dus als ik dan chic ga, is het nog steeds overdressed. I feel like Audrey Hepburn. Ja, het klopt wel. Ik had dat niet door. Ik dacht dat het gewoon bandjes waren. But this is pretty fucking pretty too. When's date night? Dit is toch zo over de top. Maar ik vind het prachtig. Als ik ooit een feest heb, dan is dit mijn Audrey Hepburn jurk. Ja, ik voel me nooit mooi in strakke jurkjes. Omdat ik dan het gevoel heb dat ik een plank ben. Oh, kijk die split, jongens. Die split. God, oh, mijn BH. Oh, oh, mijn boezem. Mijn bra. Waar is de... worst booby. Don't have much booby. Boobage. Ik ben heel erg excited dat ik deze jurk heb gehaald. I love it. I live for this.
jarig content mee. Ik wilde een wit jurk. Ja, I don't even know. Ik wilde een wit jurk en ik heb er één. I got my white dress. Sorry, that's the tea. I wanted a white dress, so I got it. Oh. Oeh, dus deze vind ik wel spannend, man. Dit überhaupt gaat... Oh. Oeh. Oh. Girl, ik kan het niet aan. Oh mijn god. Het past allemaal. Het past allemaal. Ik heb dit nog nooit van mijn leven meegemaakt. Dat ik vier dingen die echt best wel edgy voor mijn doen zijn. Dat die gewoon mooi staan. En dat het gewoon past. Dat het gewoon past. Moet ik echt gaan daten. Want anders dan never a reason to wear this. Oh jawel, tuurlijk wel. Je moet gewoon... Lois, dit draag je gewoon als je naar de supermarkt gaat. Dan doe je dit gewoon aan. En dan rok je dat. Deze is wel gevaarlijker. Snap je wat ik bedoel? Hij is een beetje losjes. Nou, oh, dit vind ik wel jammer. Dit is misschien dan de enige die niet perfect zit. Maar, en er zit een vlek op. Maar I mean, it's very pretty. I mean, it is very pretty. Want hoe moet dit nou blijven zitten? Nou, ik heb er nu eentje met één kant met een speldje. Dat is al beter. Aan de andere kant moet je natuurlijk wel kunnen bewegen. Ja, hoe strak zou dit moeten zitten? Kijk, hier gaat hij al. Dat is wel kut. Maar ja, deze kant blijft wel. En die heb ik met het speldje gedaan. Ja, ik bedoel, het is wel echt heel mooi. Not that practical, mate. Oké, het is een hele mooie jurk. Niet super praktisch. Maar ja, wat wil je met zo'n jurk? Fair enough. Weet je wel, ga je dit af en toe aandoen. Dan moet ik gewoon voorbereid zijn. En al mijn speldjes klaar hebben. Hem vastzetten. En you're good to go. Het is ook niet dat ik deze jurk natuurlijk elke week aan ga trekken. I think I like it. Nou, dat was het. Dat was mijn mini haul. Ja, jongens, dit was de video ook, denk ik. De weekvlog voor deze week. Want ik heb morgen wat staan. Vanavond moet ik werken. Zondag moet ik werken. Dus het wordt niet zoveel om te filmen. Dus thanks for watching. Ik hoop dat je het leuk vond. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen. En ik zie jullie bij de volgende weekvlog weer terug.